Welkom bij weer een nieuwe video van Sensation Massagepraktijk met vandaag een interessante video voor jou. Heb je wel eens gegoogeld op de ziekte van Parkinson? En welk plaatje komt er dan altijd wel naar boven? Dat is een oudere man met een wandelstok die helemaal voorovergebogen loopt. Geldt niet alleen voor mensen met de ziekte van Parkinson hoor, want ook veel oudere mensen en zelfs tegenwoordig jongere mensen die veel op telefoon en tablet zitten, die krijgen te maken met zo'n houding. En daar gaat deze video van vandaag over. Een oefening in 4 stappen om ervoor te zorgen dat deze houding niet bij jou ontstaat. Of dat je het uitstelt, dat het veel langer duurt voordat je daarmee te maken krijgt. Of in het ergste geval, als jij hier al last van hebt, hulp om het weer een beetje terug te draaien. Voor de eerste stap gaan we onze vingers gebruiken, want we willen meer bewustzijn creëren hierbovenin. Je hebt de sleutelbeenderen en het borstbeen en we gaan met onze vingers tikken op de sleutelbeenderen en op het borstbeen. En je tikt net zo lang totdat je echt heel goed dit gebied voelt. En als je dan je handen weghaalt en dus niet langer tikt, dan voel je het gebied hier nog steeds heel erg aanwezig. En dat gebied gaat omhoog gelift worden naar het plafond. Nu het borstbeen wat omhoog gelift is, willen we als tweede de schouderbladen wat verder openen. En daarvoor leg je je ellebogen in je zij, hou ze er stevig tegen aan. Je opent je handpalmen recht naar voren. Wat je nu gaat doen is langzaam openen de handen naar opzij. Je houdt je ellebogen in de zij en hoe verder je handen naar achter komen, hoe verder de schouders naar achter zullen openen. Net als dat we ons niet echt bewust waren van de voorzijde van het lichaam, zijn we ons ook helemaal niet bewust van de achterzijde van het lichaam. En daarom gaan we dat balletje of het kussen gebruiken. En je legt dus de bal of het kussen tussen de schouderbladen. We willen namelijk de schouderbladen naar elkaar toe bewegen en omlaag trekken. En dan is het handig om je bewust te worden van je rug door tegen een balletje aan te leunen of tegen het kussen. En hoe ziet dat er dan tot nu toe uit? Schouders die leunen tegen het kussen aan, tegen de muur. Als eerste komt het borstbeen omhoog. Voel je het tikken nog? Dan ellebogen in de zij, handen naar voren. Open je handen naar opzij en hoe verder opzij ze gaan, hoe meer de schouders naar achter bewegen. Nu duw je de schouderbladen nog verder naar elkaar toe. Trek ze naar beneden, het kussen in. Blijft er trouwens nog 1 ding over, want die kin die staat ook zo ver naar voren. Hoe ga ik dat nou corrigeren? Deze laatste oefening kan je prima doen als je een kopje koffie aan het drinken bent, zittend op een stoel. En natuurlijk moet je hem plakken achter de oefening die we net hebben gedaan. We willen de kin naar achter brengen en niet door de kin omhoog te tillen, maar de kin moet horizontaal naar achter geschoven worden. Breng daarom 2 vingers op je kin. Duw hem eigenlijk voor je gevoel een beetje naar beneden, naar het borstbeen toe en duw je hoofd naar achter. Dus ietsje naar beneden en duw hem naar achter. En duw hem voor je gevoel iets naar beneden en naar achter. Laatste keer iets naar beneden en naar achter. Ik denk dat dit een hele belangrijke oefening is en toepasbaar voor heel veel mensen. Doe het niet 1 keer in de week, want dan heb je er niks aan. Hier moet je iedere dag mee aan de slag gaan. Iedere dag moet het lichaam de nieuwe houding voelen, zodat het een automatisme wordt.
Vind je mijn video's leuk, interessant? Wil je er geen één meer missen? Word dan gratis lid van mijn YouTube-kanaal. Dat kan als je op de onderstaande knop klikt. En als je ook het belletje aanklikt, dan krijg je een signaal als er een nieuwe video wordt geüpload. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een andere video, ander onderwerp. Dus tot dan!